Goedemiddag. Dag meneer. Dag jongeman. Grootvader en kleinzoon. Ja, dat. Ja. En u bent de eigenaar of... Ik ben de eigenaar samen met mijn broer. Ah, zo. Ja. Waar heeft u het werk vandaan? Of... Het werk komt van een rijke molenaarsfamilie die dat in 1917 aangekocht heeft. Ah, zo. We zien dus eigenlijk Simon en Pero. Een Caritas Romana, een Romeins liefdadigheid. Zoals de Mameluke in het Gens. Ja, in het Gense Mameluker. Ja, dat klopt. Dus wat gebeurt er? Hij wordt opgesloten en is veroordeeld tot uithongering. Dus men wil hem gewoon laten sterven zonder eten en drinken. Maar elke dag krijgt hij bezoek van zijn dochter en die zoogt hem. Die geeft hem de borst. Dus een beetje een ranzig verhaal eigenlijk. Maar de mythe vindt zijn oorsprong in de Romeinse oudheid, maar werd in de 17e eeuw enorm populair. Eerst in Italië en later bij ons ook in Vlaanderen. En veelal werd het in een salon gangen. Er moest over gefilosofeerd en gebabbeld worden. En onder andere Rubens heeft een paar keer geschilderd. Een bekende versie hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. En een andere versie hangt in het Hermitage in Leningrad. En daar hangt dus het oorspronkelijke werk. En uw werk is een kopie naar dat werk. Het is dus een schilder, een vrij degelijke schilder, die de Rubens heeft nageschilderd. Maar wel in de 17e eeuw. Het is duidelijk te zien aan het paneel. Het is duidelijk te zien aan de stijl, aan de krakelures en aan de glacis. We zitten bij een van de vele tientallen volgelingen van Rubens. Maar iemand die wel een stevige hand heeft, die het schilderij begrepen heeft. Vooral het vrouwengezicht is mooi geschilderd. Als we naar de gewaden kijken, die zijn bijvoorbeeld iets minder streng. De mannenkop is krachtig. Het is wel een goede hand. Maar om er een meester op te zetten, dat is iets anders. Dat wordt dan heel moeilijk. Nu, niet iedereen wil dat omhoog hangen, zo'n werk. Het onderwerp is commercieel een beetje moeilijker. Ja. Het is ook een kopie naar Rubens. Dat zijn negatieve aspecten. Positief is dat alles rond Rubens eigenlijk, zelf al zijn het kopies, zelf al zijn het pastiches, eigenlijk heel erg in de opgang zit. En bovendien is het vrij krachtig geschilderd. En naar waarde toe schat ik het toch op in deze staat op een 3000 à 3500 euro. Mm-hmm. Ja, wat gaat u er nu mee doen met het werk? Wel. We hebben een zeker nauwwoord om, we moeten daar beslissingen over nemen. Mijn kleinzoon ziet het graag. Mijn kleinzoon die ziet het wel, ja. Ah, kijk eens. Maar, dan moet je daar een familie houden, hè? Misschien wel. Ja. Misschien wel.